De unit voor kleine en middelgrote ondernemingen van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme is dichter bij het volk gebracht. Het voormalig gebouw voor kantonrechten aan de Fred Derbystraat wordt de dependance van deze KMO-unit die vandaag in gebruik is genomen. Minister Stephen Tsang zei bij de opening dat het ministerie veel waarde hecht aan het ondersteunen van kleine en startende ondernemers. We willen de toegankelijkheid naar de ondernemer, naar de burger toe vergroten, vergemakkelijken. Daarnaast zijn er nog andere projecten die we hier op deze locatie willen doen. En een daarvan is een Made in Suriname winkel op te zetten. Waarbij we alle producten die in Suriname worden gemaakt ook tentoon gaan stellen aan het publiek. En het gaat erom dat we een plek hebben waar we investeerders naartoe kunnen brengen om te wijzen van wat in Suriname kan worden gemaakt. Maar in feite belangrijker is het een plek te hebben waar ondernemers, Surinaamse ondernemers en ook Surinamers zelf kunnen zien wat er in Suriname mogelijk is en wat wij kunnen in Suriname. Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van HINT, de KMO-unit en de banken, waarin de mogelijkheid is opgenomen om tegen aantrekkelijke rente leningen te verstrekken. Daarbij heeft de KMO-unit als rol om ondernemers te assisteren bij financieringsaanvragen. Ook op het ministerie hebben we vanuit het onderdirectoraat ondernemerschap capaciteitsversterking voor die ondernemers die eigenlijk geen businessplan weten te schrijven. Het valt en staat met een goede planning. Dat heb ik altijd aan mijn mensen gezegd. Dus we willen samen gaan ondernemen met de ondernemers door hen te helpen, hun capaciteit te versterken, dat ze hun plannen kunnen schrijven. We willen die minder risico's creëren door ze te monitoren voor en na hun financieringsaanvraag. Want daar gaat het om, na je financieringsaanvraag, je hebt de middelen ontvangen. En we willen zeker gaan naar succesvol ondernemen, want dat is eigenlijk waar we naartoe gaan. Dat elke ondernemer die de start heeft gemaakt om te gaan ondernemen, een financieringsaanvraag heeft, dat gaat groeien naar succes. Voor minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling is de opening van de KMO-unit een mijlpaal. Door de afdeling ondernemerschap doet ROR ook alles aan om ondernemers te stimuleren. Doordat een vertegenwoordiger van het ministerie van RO ook deel uitmaakt van het bestuur van het KMO-fonds, zal de feedback vanuit de verschillende dorpen ook worden meegenomen in de KMO-unit. Wij hebben ook een vertegenwoordiger in het bestuur van het KMO-fonds. Dus u begrijpt de link al vanuit het ministerie naar de gemeenschappen en de feedback terug. Wij stimuleren dat graag en u weet ook dat eigenlijk het concept van KMO-fonds heel goed past voor de kleine ondernemers in het binnenland die meestal geen toegang hebben tot kredieten. Dus wij denken dat dit zeker zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van al deze ondernemers die we ook in het binnenland hebben.